De politiefunctionarissen Raoul Hellings en Sergio Gentel zijn vandaag buiten functie gesteld door de korpsleiding. Bondsvoorzitter Milando Atopay bevestigt dit tegenover onze nieuwsdienst, maar wilde vooralsnog inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. De bond buigt zich namelijk over de te nemen stappen. Gentel en Hellings zijn twee van de leiders van Organic Movement die de afgelopen week de volksprotesten tegen de regering hebben geleid. Binnen regeringskringen is op basis van het leiden van de acties discussie ontstaan over de rechtmatigheid van hun handelen. Beide functionarissen beroepen zich echter op artikel 19 van de grondwet, vrijheid van meningsuiting voor elke Surinaamse burger. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we terug op deze kwestie.